Ja, oké, dat doet u wel aan het horen. Ja, meneer Hendricks, ik heb het natuurlijk over u. Misschien is het eigenlijk om gewoon even in de bij te komen staan. En dan een volgende vraag aan de buitenkant. Maar ik wil er nog eentje naar voren doen zo meteen. Die zou ik dan willen introduceren als een man die graag achter de schermen werkt. Een echte Ron van Kuikenaar. In Philipsbeek woonachtig, maar geboren in Nederland, in België. En hij houdt zich bezig met genealogie en verzamelt pitprentjes. En hij is altijd trots als hij er weer enkele weet te linken en aan een stam. En uit de hele wereld ontvangt hij mail. Persoonlijk te leren kennen. Vanuit die contacten. En dat geldt ook voor mij. Ik ken hem ook heel persoonlijk en goed, want hij was buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Kuik. En net als meneer Hendricks is ook bloedgoed. Ja, dat is wel 40 jaar natuurlijk. Ja, en dan ga ik bij de heren toch eens eventjes wat formeler toespreken. Zullen we even aan de camera vragen of hij tevreden is met dit beeld? Moeten we nog een stapje naar doen? Wil ik maar lekker staan. Oh, dat kan ook. Oké. Ik doe het dan maar gewoon even op deze tijd. En dan begin ik nu weer eens. En volgens mij is dat voor meneer Hombert geen probleem, want zoals gezegd, wij kennen elkaar. En ik hoop dat hij er dan ook op vertrouwt dat het wel goed komt. Meneer Hendricks. Zoals gezegd, sinds 1981 zet u zich in voor de Stichting Ouders Groenloos. U bent actief bestuurslid, fotograaf en onderzoeker. Zo verricht u onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van Philipsbeek en Groningen. En vanaf 2015 schrijft u artikelen voor het blad Globaal. Artikelen over de geschiedenis van het dorp. En u heeft iets met oude landkaart. Die heeft u zo goed bestudeerd, dat zal voor u nog met u te gaan. Bijvoorbeeld als het gaat over oude veldnamen in het Maasrijkgebied. Toponiemen heet dat. En samen met het Maasrijkgebied hebben we op al die velden namen gegeven die op die schitterende mooie stalen hekken zijn geplaatst. En ook heeft u in samenwerking met de toenmalige lokale omroep, LOS, ook Smeerse lokale stichting. Met film gemaakt van wandelen door de natuur in Philipsbeek en Groningen. En vanaf 2005 levert u een belangrijke bijdrage aan het digitaliseren en het professionaliseren van erfgoed in de hele provincie Noord-Brabant. En u heeft heel actief meegeholpen aan het boek, ik zag het daar al liggen. Geboren gebied dat door de Stichting Oude Schoenendoos is uitgegeven per leeftijd van 17 jaar bevrijding. En daar wordt toen ook een fietstocht bij, waar u actief bij was om die mee te organiseren. En u wordt in brede zin aangeduid als een echte ambassadeur voor deze regio. Sinds 2014 bent u officieel groeter in het land van Kuik. En regelmatig een soort van rondleiding namens het regionaal niveau toerisme, Land van Kuik, door Philipsbeek en omgeving. Ik heb heel veel over u te horen gekregen en daar zou ik graag iets uit citeren. Dus dit is iets wat iemand anders over u zegt, meneer Hendricks. Vele Brabantse erfgoedinstellingen, van de kleinste inkunnigingen tot de Brabantse collectie aan toe, hebben de vruchten kunnen plukken. Van het werk, enthousiasme en openheid van Jan Hendricks. Hij heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het digitaliseren en het professionaliseren van erfgoed in de hele provincie Noord-Brabant. Jan Hendricks, als ze dat over u zeggen, dan kunnen we weinig anders gaan concluderen dat u veel heeft betekend voor de geschiedenis hier, in het Philipsbeekse, daaromheen en zelfs in Noord-Brabant. Daarmee betekent u veel voor de gemeenschap omgeving. En
ja, dat bouwt dan langzaam naar iets op natuurlijk. Want als dat allemaal zo is, dan mag ik die magische woorden uitspreken dat het zijn majesteit de koning heeft behaagd om u te benoemen op lid in de orde van de Cardinalen. Van harte gefeliciteerd. Thank you.
mag je ook aan. Ja, dat is goed. Ja. Wij gaan nu even luisteren naar de aanwijzingen van het programma. En zijn zo weer bij u terug. Misschien is het leuk om te volgen.